Ja, luister, deze vraag dat slaat nergens op. Dat heeft mijn schoonmoeder gedaan. Zeg maar. Mijn schoonmoeder heeft die deze week de ramen gezeemd. Nou ja, het spannendste was denk ik toch wel Expeditie Robinson. Het overleven op een eiland. Kijken of je dat kan, 33 dagen zonder eten, tenzij je het zelf vangt, zoekt of plukt. En ik heb ook wel wat echte spannende nachten gehad. Of dat ik gebeten werd door een beest. Dat ik dacht, oei, die gaat niet goed. En dat ik antibiotica moest hebben. Ja, toen heb ik wel echt angsten gehad. Ja, dat was misschien wat het spannendste van dit jaar. Ik heb deze week snackbar ja, dat is een hele goede snackbar hier in Osaan. Nee, daar ben ik helemaal niet op tegen. Ik kook iedere dag en meestal 3-4 keer per dag. Want ik moet vaak mijn werk zo koken. Alleen dit was dat wij s'avonds wat later thuis kwamen. Het was 9 uur. En toen dacht ik, als ik nu nog de tuin in moet en dan nog moet koken. Even lekker snackbarretje besteld. Heerlijk. Frikandelletje erbij. Oh. Bijna iedere dag. Ja, dat is echt waar. Als ik terugkom van mijn werk of mijn vriend komt thuis van zijn werk. Dan heb ik altijd wel zo. Maar dat het echt zo extreem was, was een week na de lockdown. Of een paar weken na de lockdown. Ik heb toen 9 weken lang hier thuis moeten filmen voor 5 uur live. En mijn cameraman, nou, geloof het of niet, dat was mijn verloofde. Die moest toen ineens cameraman zijn. En dat ging zo goed. En we hebben toen iedere dag live televisie op RTL 4 mogen maken. En we waren ineens ook dus werkcollega's. Maar dat was zo fijn. En toen hebben we hier een avondje, gingen we hier samen eten. En dacht ik, jeetje, wat heb ik toch een fijne man. En toen kreeg ik helemaal zo... Kibbers. Ja, luister, deze vraag, dat slaat nergens op. Iedere dag, 2 keer per dag. Dus net en dadelijk. Echt waar. Altijd. Ik ben hier gisteren nog ontzettend op mijn bek gegaan. Toen was ik aan het sproeien. Toen ging ik hier op die veranda even nat maken. Omdat ik dacht, dan schop ik me even schoon. Natuurlijk spiegelglad. En klats ging ik onderuit. Ja, de laatste keer dat ik de libellen las, was toen ik heel klein was bij mijn moeder. Mijn moeder was lid van de libellen en de Margriet. Dus daar... Ah, misschien heb ik hem dan nog wel een keer dit jaar nog gelezen. Bij mijn moeder. Die heeft hem nog steeds. Die is heel trouw.